De arts zei dat ze de medicatie gaan stoppen, dat ze wakker wordt vandaag, dat ze beter wordt. Ja, ze hebben jongeren in slaap gehouden om haar lichaam rust te geven. Hey. Dank je. Als je mijn vader niet geweest waren, dan... Dank je. Wordt ze beter? Er valt weinig over te zeggen. Haar hersenen hebben een zuurstoftekort gehad. En de schade die dat heeft aangericht, dat weten we pas als ze weer bijgekomen is. Ik kom straks nog even langs. Mag ik even naar haar toe? Ja, natuurlijk. Hi. Nina zei dat ik even mocht zien. Ga weg. Je bent hier niet welkom. Ik wil haar alleen even zien en ben zo weer weg. Er mag alleen familie bij haar. Wat doe jij hier dan? Pap, kom, we gaan eventjes een kopje koffie drinken. Dan kan Rick even... Ik blijf. Hij vertrekt. Jullie hebben samen mama's leven gered. Ja. Dit is jouw schuld. Ik heb je niet kunnen tegenhouden, nee. Jij toch ook niet? Ik had er nooit voorgesteld aan die psychopaat. Pap, je zit hier al de hele nacht. Ga je eventjes opfrissen en dan gaan we samen een kopje koffie doen. Breng die haalt ook koffie voor. Het duurt nog wel even voordat ze wakker wordt. Ik wil niet dat mama alleen is. Het is ook niet. Pap. Ik blijf hier. Geen discussie. Maar later, ik wil even bij mama, oké? Ik ga kijken waar Bien blijft.